Ja, zo, we zijn nu aan het einde gekomen van een prachtige avond hier op het Wilhelminaplein in Bonaire. En zoals je hier ziet, nou, allemaal spullen staan hier. En ik vind het heel mooi om nu aan het einde van deze avond zijn je even mee te nemen in wat er dan allemaal gebeurt om zo'n avond mogelijk te maken. Het begint altijd met een aanvraag hier bij de gemeente of bij in dit geval het eiland. En daarna gaan mensen heel hard aan het werk. Het team van Wilco Kouthuis is vanuit Nederland hier naartoe gevlogen. En gaan mensen aan het werk om dit allemaal mogelijk te maken. We huren dingen, we zetten dingen neer. En het is een geweldig werk dat gedaan wordt. Ik ben zo altijd heel blij en dankbaar voor de mannen en vrouwen die dit mee mogelijk maken. Dus kijk even mee met hoe het vanmiddag ging. Tot aan vanavond. Lieve Vader in de Hemel, dank u wel voor je team. Dank je wel dat u met ze meegaat. Dat u vooraf een uitgaan maakt. Heer, dank je wel. We zijn gisteravond aangekomen, hele lange dag natuurlijk. We hebben wat spulletjes meegevlogen, we hebben wat spulletjes lokaal van het mens hier. Dan gaan we nu kijken of we dat een beetje bij elkaar kunnen krijgen, het materiaal wat we dan binnen hebben gekregen. We gaan hier de regies op ten opbouwen. We hebben natuurlijk zometeen live straks aan die kant achter het koor wat komt te staan. En onze piano. We hopen dat vanavond hier echt 500 mensen ook bij komen. Dus we moeten ook wat speakers mee hebben. En dat, nou, dat gaan we zo meteen proberen. We zijn hier nu de lokale aanbidders aan het ontmoeten. Ontzettend gaaf om ze te ontmoeten en met ze te spreken. En we hebben net afgesproken dat we even gaan oefenen. En dat gaan we zo ook doen in het kerkje. Dus het wordt een hele gave tijd van fellowship, God aanbidden en ja, gewoon onze stemmen laten samensmelten. Dus heel erg gaaf wat, wat er gaat gebeuren straks. We sing hallelujah, we sing hallelujah. Heer Jezus, Heer, en dank u wel, Vader, de Heer, dat hij op zoek is naar u om u meer en meer te leren kennen. We waren ijs aan het kopen, want het is best wel heet hier al. Terwijl we ijs aan het kopen waren, stelde ik gewoon random die vraag of zij gelooft in de Heer Jezus. En toen zei ze is bezig met bijbelstudie. Dus ze was op zoek. Nou, in een 5 minuten gesprek vroegen we er meteen, mogen we voor je bidden? En ze stond er meteen voor open. Our God is an awesome.
Ja, zo'n avond is heel belangrijk voor ons, want Bonaire is toch soms in sommige opzichten een beetje het weggeschoven kindje geweest in het verleden. En soms ja, proef je dat nog steeds. Dus als er dan invloeden zijn vanuit Nederland, zijn dat niet altijd hele positieve invloeden. Soms is het meer om te nemen. Dat is gevoelsmatig toch in het hart van het eiland zo. En om op deze manier juist iets toe te voegen vanuit Nederland en om ook op deze manier samen te werken, is gewoon geweldig. Dus ik denk dat dit een hele bijzondere waarde heeft voor Bonaire en dat dat misschien nu nog niet eens zichtbaar is, maar dat dat nog meer en meer gaat komen in de komende tijden. Mijn verlosser leeft. Mijn verlosser. Dit is onze eerste keer dat we dit hier meemaken, zullen we zo zeggen. We zijn best wel jong, maar je krijgt eigenlijk niet zo'n kans, zullen we zo zeggen, op Bonaire. Dus voor ons was het echt een gezegende avond en met heel veel verschillende liedjes dat we kennen, want we horen verschillende liedjes en we gebruiken ook liedjes die buiten Bonaire is gemaakt, zullen we zo zeggen. Dus het was leuk voor mij. Leuk avond. Bonaire bestaat uit zoveel verschillende mensen. En tegenwoordig zie je steeds meer mensen van ver, van de locals ook. En die moeten elkaar nog leren kennen. En ik denk maar zo dat dit soort avonden zoomen in op wie wij eigenlijk als gemeenschappelijke bron hebben. En niet wat ons van elkaar verwijdert, maar juist wie ons samenbindt. En dat is Jezus. En dat is wat zo zichtbaar wordt op dit soort avonden. Want mensen van alle kleuren, alle achtergronden, iedereen komt samen. En iedereen heeft lief die ene persoon, Jezus. Jesse.